Amal is een pop van 3,5 meter groot. Wandelen en haar armen bewegen, dat doet ze met stiltelopers die in de pop zitten. Amal stelt een meisje van 9 jaar voor dat weggevlucht is voor de oorlog uit Syrië. Ze is op zoek naar haar mama die ze is kwijtgeraakt. Haar tocht begon in juli aan de Turk-Syrische grens. Ze stapt 8000 kilometer door verschillende Europese landen, ook door ons land. En ze hoopt om begin volgende maand aan te komen in het Verenigd Koninkrijk. Die lange reis maken heel veel mensen en kinderen die op de vlucht zijn. Het is voor hen dat de makers van Amal aandacht vragen. Morgen geeft Amal 10.000 brieven af aan de politici in het Europees Parlement in Brussel. De brieven zijn geschreven door kinderen en jongeren. Zij willen dat er snel iets verandert voor vluchtelingen over heel de wereld. De makers hebben trouwens een mooie naam gekozen voor hun project, want Amal betekent hoop in het Arabisch. Hoop voor alle mensen die op de vlucht zijn. Bye. Merci om te kijken naar Karrewiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.